Jochem Twisker, trainer van De Dijk. Rijnsburgse Boys komt op bezoek. Die hebben nog geen wedstrijd gewonnen na de winterstop. Dan denk je nou, er liggen kansen vandaag. Ja, dat dachten we zeker. En misschien als je de eerste helft bekijkt, hebben die kansen ook wel gehad. Waar ik mee, niet mee wil zeggen dat we de betere ploeg waren. Maar ik denk dat de eerste helft redelijk gelijkwaardig was. Ik vond wel dat we het heel moeilijk grip kregen op hun aanvalsspel. Daar hebben we nog een omzetting in gedaan. Werd het iets beter door, maar daar hadden we moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Totdat eigenlijk 5 minuten voor rust een goal valt uit de spelervatting. Ja, een beetje flauw misschien, maar er gaat een moment aan vooraf dat er een hoekschop wordt weggegeven. Die volgens spelers van ons door niemand is aangeraakt. En vervolgens wordt die ingekopt waar een speler, mijn inziens in ieder geval, lijkt te leunen op onze verdediger. Dat is vlak voor rust. Ja, en dan net na rust komen met heel veel goede bedoelingen de kleedkamer uit. En ligt hij binnen minuten op de stip. Waar weer, en dan ga ik maar even af op onze spelers. En volgens mij bevestigd door Saboni. Hij eerst hands maakt en vervolgens gaat hij bij Nick Kuipers op de hand. En is de strafschop opeens 2-0. Ja, en daarna hebben we niks meer in de melk te brokkelen gehad, was klaar. Zijn dat dan ook nog eens de extra dingen die tegen zitten? Dus als je al in de hoek zit, waar de klappen vallen, dan vallen ze nu ook weer? Ja, het is soms ook wel een beetje makkelijk om daar alles op af te schuiven natuurlijk. Maar goed, ik denk, als je de wedstrijd vandaag gezien hebt, dat we nogmaals de eerste helft best goed meegedaan hebben. Dat we niet, ik vond wel dat Rijnsburg wat makkelijker voetbalde, maar als je puur gaat kijken wat er voor de goals gebeurde, dan denk ik dat redelijk gelijkwaardig was. Ja, jullie hadden grote kansen. Verwijt je ploeg dat dan, dat ze die niet afmaken? Want dan kan het een hele andere wedstrijd worden. Ja. Nee, wat we verwijten. Ik vind het belangrijker dat we in de organisatie onze dingen voor elkaar hebben. Ja, als er in de 16 mensen in kansrijke positie zijn, natuurlijk hoop je dat ze daar wat cooler mee omgaan. Maar omdat het echt te gaan verwijten, heeft niet zo gek veel zin. Ik zie daar jongens bij die op trainen alles erin roeien. Ja, nu niet. Ook goed gekiept een paar keer, denk ik. Dus dat heeft weinig zin om dan in de verwijten te gaan. Hoe groot zijn de zorgen nu? Want ja, het gaat niet goed bij De Dijk. Daar kunnen we wel eerlijk over zijn. Jullie staan ook nog eens op de 15e plaats. Weinig uitzicht. Nou, 15e betekent dat er nog genoeg uitzicht is. Maar het is natuurlijk wel zo, en daar zal je waarschijnlijk op doelen, dat we natuurlijk de laatste tijd niet erg veel punten pakken. Dus ja, de zorgen zijn er zeker. Aan de andere kant, wat ik net ook al zei, hebben we natuurlijk wel een aantal wedstrijden naar de winststop gewoon meegedaan in wedstrijden. Alleen geven we soms te makkelijk goals weg. Soms zit het wat tegen, maar goed, nogmaals, het is wat goedkoop. We doen ook gewoon dingen niet goed daarin. En als je dan zelf wat moeilijker je goals maakt, ja, dan heb je wel een probleem. Dat is duidelijk. Maar goed, zolang wij in wedstrijden gewoon meedoen en kansrijk zijn, ja, dan is er uitzicht. Maar dat het lastig wordt, dat is wel duidelijk. Dankjewel, Jochem. Heel veel succes. Helemaal goed. Goed weekend, mannen. Ja, en een fijn weekend, inderdaad. Dank.